Grill. Yo boys, top van de kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Floris en vandaag zitten wij op World at War 2. Het is eindelijk zover jongens, we kunnen eindelijk gaan spelen. Sorry even voor de microfoon, maar jongens, we kunnen eindelijk World at War 2 gaan spelen. Ik zei in stream, we gaan het eerste potje opnemen. Dus dit is, wordt ook het eerste potje die wij gaan spelen. En oh my freaking god. Dit is mijn wapen. En ik kan nu alleen nog even om je heen kijken. Oh mijn god. Oh nee. Oké, jongens, dit is het eerste potje, jongens. Als je dit leuk vindt, ram dan sowieso even op de like knop. En abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Ik heb deze map nog nooit gespeeld. Ik heb ook nooit een DLC map gespeeld, dus. En ze zitten al gelijk weer te campen, gewoon. Het is gewoon gelijk campen. Nou, het is niet gelukt om het eerste Call of Duty potje een kill te gaan maken. Dat is sowieso niet gelukt. Gadverdamme. Ah nee, diep op. Oh nee. Kom op, ik zweer, ik ga dan zo dood als een dikke banaan, jongen. Help, dit is echt kan, ik weet niet. Ik weet niet hoe deze map speelt. Ah, nice, we hebben de eerste kill binnen. Voelt lekker. Ah, dus als je rent, jongens. En als je dan weer reloaden, dan gaat hij. Nice, let's go, deze hebben we ook binnen. Let's go. Ja, ik denk nog steeds... Ja, ik moet even de map eerst leren kennen, boys. Zo. Nee. Ja. Oké, ik moest reloaden. ik weet niet of ik moest reloaden, man. Maar in ieder geval, dit is een nieuwe Call of Duty. Nou, dat wisten jullie denk ik allemaal wel. Maar oh mijn god, ik moet eventjes wennen aan deze Call of Duty. Niet normaal. Maar, want ik ben ook Black Ops 3 gewend eigenlijk. En dan ga je al in één stuk gek door. Wacht, kan je hier naar boven dan? Oh, je kan gewoon rustig naar boven. Oh, dan moet ik dan weten dat ik hier naar boven kom. Ik dacht ik ga liggen, weet je wel, dat was handig. Nee hoor, ze komen gewoon aan de andere kant. Gatsi Dari. Maar let's go. Even mijn handgun. Dat is mijn handgun, let's go. Dan laat ik het nog even niet pakken. Jongen, jezus. Maar ik kan ook natuurlijk granaten gooien. Ik kan natuurlijk nog een granaat staan. Vangen! Jongens, vang deze eventjes op. Ah, kak, sorry. Hun staan nog net, hun staan voor met... Ah, oké, okay, kom. Nee. Ja, oh my days, ja. Ik ken deze map natuurlijk ook nog niet, dus ik span wel de hele tijd mooi. Zo. Oké, jongens, oké. Het is wel leuk en aardig, hoor, maar... Oké, hoe gaat die kerel mij? Nou, laat me zitten. Ik zweer jongens, dit is de eerste keer dat ik dit zo'n potje speel. Dus ik zweer het je. Dus verwacht nog niet dat ik altijd beast ga of zo. Oh. Oh mijn god, dikke banaan dat is. Die heeft een lekker wapen, die kerel. Ik heb nog maar één wapen en dat is dit wapen. Dus ik moet echt zwaar inkomen. En ik... Is dat een granaat? Oh nee, dat is geen granaat. Kak, sorry. Nou, beter vangen die gasten die eventjes. Oh, kak. Wacht, ik wil dit wapen eens oppakken. Dit wapen lijkt mij misschien wel chill om mezelf te gaan gebruiken. Dus laat ik deze even een keer oppakken. En laten we dat even mee gaan knallen. Beter komen ze nou niet gelijk dat ik niet word ge... Ja, precies. Dat wou ik dus niet hebben. Gatsidari, jongens. Het is de eerste keer dat ik deze map speel. Dus ik moet eventjes al die dingen weten waar ik overal naartoe kan lopen. Dan weet ik een beetje de route. Waar ik over naartoe kan lopen, want kerel, hé. Even wennen, oké, hier ga je naar... Oh, hier ga je naar het midden. Oké, die had een sniper, of niet? Kerel, oké, die was wel een lekkere kill van hem. Dat was een lekkere kill, moet ik even toegeven. Oké, ik ga loop nu even naar links, jongen, ik zweer het je. Je kan natuurlijk op de minimap kijken. Super chill. Dat moet je ook vooral blijven doen. Ik heb er nou pas nog... Oh, er is ook één gekke... Wauw, ik probeerde die kerel gewoon keihard te pakken, weet je wel. En dan, nee, wij worden weer gekild. Hoeveel staan wij? Was het dan 6 om 9? We staan eerst van het team. En holy damn son. Wat kerel, die kerel. Lalalala. Die kerel kan schieten. Enemy recon aircraft observed. Ja, dat is niet normaal, man. Nou. Ik weet toch niet waar ze over vandaan kunnen komen, man. Nou, ik ga wel weer.
Zo. Ja, ik wist het, ik wist het. Oh, wat een kakzooi. Dit is het eerste mapje wat ik speel en het is nog niet eens een hele verkeerde map, alleen ik moet kaart inkomen. Kan je op dit? Dat vind ik dan jammer dat je niet op die tank kan staan. Nee, dat maakt niet uit, maar oh mijn god. Alle bananen nog aan toe. Oké, dit is heel gevaarlijk, dank je wel. Ja, laat even niet zo... Ja, dat bedoel ik. Laat ik nou niet zo ver aan het ding spannen. Maar jongens, hier staat nog geen ene attachment, op en zo. Dus het is gewoon nog een kaal wapentje eigenlijk. Dus ik moet nog allemaal perks vrij spelen en zo. En die perks gaan me laten we allemaal helpen en zo. En ik laat een energieke head glitch. Ja, daar kun je snel wegwezen. Wegwezen hier. Nee, oh mijn god, sinds wanneer... Is hij zo... Oh, dus ik ga nu al goed met snipers spelen. Het is al... Hoi joh, ik ben al een paar keer geraakt door keihard een gekke snipers. Non, ik knetter. Yes! Voor mij heb ik keihard geluk gehad. Ik weet... Oh, sorry, hallo teammate. Dat weet ik denk... Dat weet ik denk ik wel zeker. Don't shoot me! Oké, we gaan tot de 75 kills eigenlijk. Dus niet meer tot 100 kills, maar tot 75. Laat ik dan nog wel een keer een kill kunnen maken, kerel. Hey. Ik zweer het je. Ja, dit is het eerste potje van de dag. Dus jullie denken echt van kerel, vloggen we wij slecht. Nou, dan geven jullie maar één potje voor de eerste spelen in dit spel. Nou, laat ik... Ik ga eens even inkomen in dit spel, boys. Bij de volgende video... Dan zien jullie gewoon dat ik echt een kaart in ben gekomen. En dan weet ik een beetje hoe dit spel werkt. Maar voor nu... Nou, daar zit ik te campen, haaien. Oh, ik hoor het muziekje al spelen van dat ze al bijna gewonnen hebben. Oh, super... Don't pak die uit. Ja, ik ga er liggen. Ja, dat bedoel ik. Oh, zo ja, dit wapen is niet echt op die headglitch volgens mij. Dit heb ik nu al door volgens mij, dit wapen. Of ik moet er even een scope op zetten. Oh, links, van rechts, rechts, rechts. Oh, zoom in. Oké, okay, let's go, die hebben we. Ah, nog een enemy. Nu, zo, let's go. Ik weet niet waar ze allemaal vandaan komen. Ik moet deze map eens leren kennen, maar gek. Oh my, dikke. Zo, gek, wat dan een shotgun of zo. Ik weet niet hoe alle wapens heten in dit spel hoor, maar... Nou, we kunnen niet zien wie mij heeft gekild, maar... Oh, die had al fast max en al die zooi erop. Wat level is deze kerel? Waar kan ik dat zien? Nou, dat kan je nergens zien, weet ik wel. Nou, die kerel had zijn class of flick voor elkaar. Die kan wel fast max en zo, al die zooi. Dat zag ik. Die kerel kan zo snel reloaden. Maar jongens, dit was het eerste potje World Edward 2. We staan 13 om 17. Ik vind het eigenlijk nog niet heel verkeerd. Voor het eerste potje van de dag en nog wel een nieuwe game. Is altijd even wennen hoe deze game speelt. Maar het gaat lekker. In ieder geval boys, thanks for watching voor deze video. Als je genoten hebt, geef dan sowieso even die like. En abonneer als je het nog niet hebt gedaan voor meer World at War 2 video's. En voor mij ben ik al iets een laser sight heb ik gekregen. En een mooie ding. Dit. Oké, okay. Nou, actie. Wat is dit? Why yo? Ik wil de video gaan afsluiten, maar... Kan ik ook first person? Oh nee. Ah, jongen, laten we dit voor appels even testen. Pa-pa-pa-pa-pa. Yo, this is sick. Pa-pa-pa-pa-pa. Pa-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Yo, dat is leuk. Pauw. Oh, dat is lachen, jongen, gek. Nou, hartstikke mooi. Hier kan je dus niet first person. Wacht, laten we eens even... Wacht, hoe deed het nou? Een supply drop. Oh. Wat doe ik nou? Voor mij moet ik eerst een contract halen. Oké. Okay. Nou, ik kan nog geen supply drop volgens mij. Wat is dit nou weer? Een mail. Nou, ik kan nog geen mail. Hartstikke mooi. Nou, het zal ook allemaal wel. Maar hier kan niet naar binnen. Ik Maar dit is eventjes nieuw of zo. Non de knetter. Wat is dit? Het zal ook allemaal wel. Ik heb geen idee.
Wat doet hij? Nou, laat eventjes. Okay. Yo, gek. Zo, dit is goud. Yo. Wat heeft deze motorrij? Nou, je kan dus van allerlei dingen doen. Hier kan je, wat ik heb gezien, kan je hier dingen, weet dat? Je streaks kan je hier testen. Dat mooie torentje. Hier is core streaks, trying range. Ja, ik kan hem dus gewoon testen hier. Hartstikke mooi. Ik moet even weten waar het overal allemaal zit, man. Kill. Kan je ook nog naar beneden? Ik kan ook gewoon rustig naar beneden. Yo. Zombies. Ik kan serieus zombies gaan. Oké. Helemaal mooi. Ja, ik kan hier dus vanaf. Kan je hier ook nog steeds naar beneden? Oh nee, ik kan hier naar beneden. Maar joh, dit is hier groot. Voor mij loop ik echt de hele verkeerde kant op gewoon. Dat denk ik. Ja, voor mij loop ik echt helemaal verkeerd. Maar het is wel. Het is wel gaaf. Maar ja. Wat kan je hier doen? Met deze kerel. Oh, hier kan je dingen instellen. Wat? Je kan je 25 wins. Binnen 2 dagen moet je 25 potjes winnen. Nou, zet ik die ook even aan. ik heb 500 kills. In 2 dagen. Ik weet niet of dat maar gaat lukken. Die wacht ik nog even mee. Ik heb 25 kills in TDM. Dat gaat me wel lukken vandaag. Misschien wel. Want. Een potje of een. Ja, laat ik me zitten. Ik zie het wel van mij wel. Nou, ik zet deze 2 lekker aan. Hartstikke mooi. Kan je hier nog ergens naartoe? Het ziet er wel allemaal heel sick uit, moet ik zeggen. Maar yo, kijk al die mensen lopen. Wajo, nou, super sick. Nou, het is in ieder geval echt super groot. Hier kan je ook nog allemaal wat dingen doen. Quickmaster. Kan je. Oh, hier kan je voor geld die dingen doen, zeker of zo. Nou, I don't know. Maar in ieder geval jongens, thanks voor deze video. Dit is super gaaf. Dit is World War 2. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben van deze video. We hebben nog eventjes hier rondgekeken van, ik wist niet dat ik hier uitkwam. Dus dit is gewoon een soort van een wachtlobby of zo. I don't know. Maar in ieder geval jongens, allemaal thanks voor deze video. Als je meer World War 2 video's willen zien, geef dus even een like, abonneer, reageer. En dan is het gewoon. En tot de volgende keer. En ik zie jullie bij een volgende World War 2 video jongens. Later.